prijzen- en consumentenbeleid van het ministerie van Economische Zaken wordt er een stap verder gezet. Er is een app gelanceerd in de congreshal door het ministerie. En de minister van Economische Zaken, Saskia Walden, zegt dat consumenten recht hebben tot informatie. We spraken haar hiervoor. Consumenten hebben recht op informatie. Informatie over prijzen, informatie over de zuiverheid van de producten, informatie over de standaarden en de kwaliteit. En omdat consumenten daar recht op hebben, zijn zij daar in staat ook beter beschermd te zijn. U weet natuurlijk vooral waar het gaat om voedingsmiddelen, dat het belangrijk is dat het juiste naar binnen wordt gebracht en dat ook het juiste wordt doorgegeven door de handelaren. In deze zien we dat, vooral waar het komt deze tijd wat betreft prijzen, dat consumenten recht hebben om te weten wat de maximale toegestaande prijzen zijn, zoals gehanteerd dienen te worden door winkeliers. En dat consumenten daar veel aan webapplicaties ook makkelijker toegang krijgen tot informatie over de prijzen, zodat ze ook 1. Hun keuze daarop kunnen afstemmen, maar ook 2. De ruimte hebben om hun klacht te deponeren, zodat ook vanuit het ministerie ingegrepen wordt bij handelaren of winkeliers die zich niet houden aan de vastgestelde maximale winstmarges. En hierbij komt gelijk de vraag, zijn er dus sancties en gaan die gehandhaafd worden? Inderdaad, dus er zijn sancties en de sancties worden gehandhaafd. Laat me direct stellen. Het ministerie heeft de bevoegdheid om vergunningen in te trekken. Het ministerie heeft de bevoegdheid om winkels te sluiten. Het ministerie verstrekt vergunningen na aanvraag en er is altijd een overeenkomst. De winkelier geeft aan overeen te zijn gekomen zich te houden aan de winstmarges zoals zijn gesteld. Wij verrassen hun niet achteraf met de winstmarges, ze weten het vooraf. En men komt en vraagt om een vergunning en belooft zich te houden aan die winstmarges. Dus inderdaad, waar er een overtreding is, het ergste, het zwaarste is natuurlijk dat de winkel wordt gesloten en de vergunning wordt ingetrokken en de winkelier in feite zijn investering zo niet terug kan verdienen. Wat we wel doen nu met de controles en met de applicatie is dat wij de controle efficiënter maken, de consumenten een betere platform geven om makkelijker te registreren, makkelijker voor zichzelf na te gaan en ook voor het ministerie om makkelijker te kunnen analyseren. Het is een webapplicatie, dus de informatie van verschillende bronnen wordt opgeslagen, wordt geanalyseerd. Er zijn wat wordt genoemd in de technologie algoritmes, waarbij op aftrekken en dat wij ook beleid daarop kunnen ontwikkelen. Dus het is zowel op beleidsniveau, maar ook praktisch in de uitvoering weten wij ook waar de overtredingen zijn. En daar zal wat nog handhaardiger worden aangetreden. U heeft gehoord van de vliegende brigade. Dat is alvast een stap dat wij aangeven dat we niet alleen blijven bij waarschuwingen, maar inderdaad ook sancties treffen. Inderdaad, het is digitaal. Ook met de tijd waarin we nu leven is het makkelijker voor mensen om digitaal te kunnen controleren en een klacht in te kunnen dienen als die niet op de juiste manier gebeuren. Maar ook heb ik van de DC begrepen dat er toch wel fysiek controle gaat moeten blijven en zij zullen dat ook uitvoeren. Wat is uw reactie hierop? Inderdaad, de app vervangt de plaatselijke, de fysieke controles niet. De app maakt het alleen voor de consument makkelijker om de juiste informatie te verkrijgen en ook te rapporteren wat zij zelf meemaken. Omdat er een foto gemaakt kan worden en nog meer. Dus er zullen nog steeds plaatselijke controles zijn. Waarschijnlijk ook voornamelijk vanuit de klachten die zijn ontvangen, dat wel de economische controledienst alsnog zich plaatselijk zal oriënteren en nagaan als de gerapporteerde overtredingen inderdaad zo zijn. En dan zullen de juiste maatregelen worden getroffen. We staan met Shanila Santokki, ze is vertegenwoordiger van de president en heeft dus een toespraak gehouden over de launch, het lanceren van de applicatie. En ik heb u horen zeggen dat het effectiever uitgevoerd kan worden, de prijsstijgingen in de winkels. Kunt u ons daarover informeren? Ja, je kan dus nu de prijzen doorgeven via de webapplicatie. Ook eventuele klachten, maar waarom het zo effectief is, is dat je als consument, dus ik ook als consument, kan kijken welke winkeliers nu de laagste prijzen hanteren voor de basisproducten.
Maar ook bijvoorbeeld als je ziet van, dat een prijs niet klopt of je wilt iets doorgeven, kun je dat ook doorgeven, waarbij het daarna wordt gecorrigeerd door het ministerie. Ja. Wat betekent dat voor Suriname? Ik zie het voor Suriname als een mijlpaal, want er zijn heel veel klachten geweest dat de controles er niet zijn. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de COVID-pandemie, wat ons allen nu heeft geraakt. Zie je ook dat bijvoorbeeld sommige winkeliers al een jaar vanuit achter de dievenijzerdeuren verkopen. Waarbij je de prijzen dus ook niet kan controleren. Maar jij als consument ook niet, dus je weet niet wat de juiste prijs is. Daarom is dit zeker een mijlpaal dat we deze webapplicatie hebben. En ik hoorde net dat het offline is, dus je hebt geen data nodig. Dus dat is helemaal fantastisch. Ja. Dus de burger kan zelf een stokje voorsteken? Ja, zeker. We hebben de directeur van technologische innovatie van het ministerie van Economische Zaken. Dat is Rafiq Ilahi. Wij begrijpen dat u met de lancering van deze app naar meer innovatie wil. Zeker, dat is een van de redenen waarom de regering dit departement heeft opgezet. Het is een nieuw directoraat en... Er zijn dus een van die dingen is dat we dus zullen zorgen dat die innovatie komt, voornamelijk voor micro, kleine en middelgrote ondernemingen. U heeft het een mijlpaal genoemd om deze app te hebben. Kunt u toch hierover een beetje uitweiden? Ja, kijk, informatie is beschikbaar, is altijd beschikbaar geweest voor het ministerie. Maar wat wij hebben getracht is die informatie te organiseren. En dat is dus het innovatief idee om een applicatie te maken die gekoppeld is aan een database die die prijzen zal bijhouden. Maar we denken aan een positief enforcement voor die applicatie. Los van het feit dat we die mensen die prijzen, te hoge prijzen in de winkels aanbieden, willen we ook die positieve kant belichten. Als prijzen, waar is aardappel het goedkoopst? Een simpel voorbeeld. En als ik u dat vraag, zult u waarschijnlijk moeilijk antwoord op die vraag kunnen geven, omdat je niet weet wat de prijzen in alle winkels zijn. Met deze applicatie zal dat een beetje makkelijker gaan. Meer mensen zullen aangeven wat aardappel kost in verschillende winkels. Niet alleen als prijzen te duur zijn, maar ook als prijzen heel goedkoop zijn. En dat zal dus ervoor zorgen dat er een positief enforcement komt. Concurrentie, leveling playing field. Mensen gaan dan hun prijzen waarschijnlijk ook gaan verlagen. En natuurlijk moeten we rekening houden dat er altijd in een samenleving mensen zijn die zich niet houden aan de regels die er zijn. En er zullen ook mensen zijn die dus hoge prijzen zetten. Op dit moment ging ECD naar winkels, gingen ze prijzen opnemen en aan de hand daarvan vond er een controle plaats. Op dit moment kan ECD dus effectiever optreden doordat ze al van tevoren weten dat er in resort Blauwgrond in straat X, een supermarkt E zit, die de prijzen te hoog aanbiedt. En dat zal dus ervoor zorgen dat we effectiever kunnen optreden tegen deze mensen, waardoor de motivatie om je niet te houden aan regels hopelijk wat minder wordt. En dat we allemaal mensen krijgen, want er zijn heel wat winkeliers die zich wel aan houden. Er zijn enkele rotte appels en die moeten we eruit halen. Dat is de reden. En de klachten worden nu centraal geregistreerd. Dat komt ook in een database terecht. Het is makkelijker, je hoeft geen nummer te onthouden. Je komt gewoon op die website. Als je op Google de Recosa web app, kom je op deze applicatie en dan kan je dan je klacht indienen. Je hoeft niet te denken, wel, is het nummer mijn bel? Een nummer dikba. En als je op die website bent, hoef je ook, kan je gewoon direct WhatsApp je sturen of je kan ook het formulier invullen voor de klachten. Die komen naar centraal in een database binnen, zodat we ook kunnen kijken wat zijn de common problems. We hebben het gecategoriseerd en dan kunnen we gaan kijken en beleid opmaken van we zien dat dit probleem zich veel voordoet in die samenleving en dan kunnen we beleid daarop gaan maken.